waarom ik je eigenlijk meegevraagd, is dat ik wat wilde weten over winterkamperen. Oh, ik dacht dat we daar een beetje lol gingen maken. Ja, we gaan ook lol maken, maar eerst business en dan pleasure. Oké. Dus kun je mij vertellen of je met elke caravan in de winter kunt kamperen? De meeste caravans zijn geschikt om in de winter te kamperen, maar je moet op een aantal dingen even goed letten. Dus deze caravan is winterklaar? Ja, een mooie speciale wintervoortent ervoor. Handig voor de skispullen? Ja, en ook lekker voor de felle wind, want het is koud hoor, 's winters. En een schuin dak, waar is dat voor? Het schuine dak, dat is ervoor dat er geen sneeuw op blijft liggen. En mocht dat nou eenmaal toch gebeuren, een paar tikjes er tegen en het is weg. Nu we het toch over sneeuw hebben, zet ook altijd op je caravan een schoorsteenpijpverlenger. Want een klein schoorsteentje op de caravan kan bedekt worden door sneeuw en dan komen de gasten binnen. En een tip, zet hem er niet thuis al op, maar pas op de camping, want met de tolpoortjes en zo, kun je hem kwijtraken. Zo, oh, lekker hier. Zeker. Maar hoe hou je een caravan eigenlijk warm in de winter? Het kan flink koud zijn, hè? Zorg ervoor dat je een goede gaskachel hebt met een ringleiding. Die zitten in de meeste caravans. Ik zal het je laten zien. Door de caravan lopen dan buizen die de warme lucht hier vandaan krijgen. En die door dit soort gaten warme lucht uitblazen. Maar een extra gasfles lijkt me toch ook geen overbodige luxe? Nee, zeker niet. Je zou heel wat verstoken, denk ik. En denk er ook om dat je propaan neemt en geen butaan. Propaan werkt beter op lagere temperaturen. En laat natuurlijk je gasinstallatie controleren van tevoren. En hoe zit het met water? Nou, hier is het water prima geregeld. Het water zit hier in het geïsoleerde, dus warme gedeelte van de caravan. En de afvoer? Zullen we daarvoor even naar buiten gaan? Dat is goed. Kijk, Corine, dat is het enige gat aan de buitenkant van een goed geïsoleerde caravan. En dit is de afvoertank voor het vuile water. En dat bevriest niet? Niet als je er een flinke scheut antivries in doet. Anders wordt het natuurlijk een klomp ijs, dan krijg je het er nooit meer uit. Er is nog veel meer te vertellen over winterkamperen en het isoleren van je kampeermiddel. Dus surf even onze site als kamperen in de sneeuw je wel wat lijkt. Stavald, hoe zit het eigenlijk met je caravan? Is die verzekerd in de winter? Goede caravanverzekeringen maakt het niet uit of je hier in Nederland hem in de stalling laat staan of ervan gaat genieten in de sneeuw.